Ron, toen jij hoorde dat je een weekje hier te gast zou zijn op de boot, zei je meteen, ah, maar dan wil ik Antwerps leren. Ja, want ik heb gehoord van mijn vriend André van Duin, die was hier. Ja? Hij zegt, Ron, je verstaat ze niet. Dus hij heeft ons eigenlijk heel die tijd niet begrepen. Nee. Ik versta jullie heel goed, maar op het moment dat jullie met elkaar gaan praten, dan wordt het moeilijker. Dan gaat het snel, tak. En dan denk ik, wat zeggen ze zo? En dan denk jij dat wij dingen vertellen die jij eigenlijk niet mag. Nee, dat niet. Dat kan me niet zoveel schelen. Maar je voelt je toch een beetje buitengesloten. En toen dacht ik, misschien kan ik die tijd benutten om wat Antwerps te leren, dat ik jullie nog beter kan volgen. Het is wel de laatste dag, dus je gaat er niet zo heel veel meer aan hebben. Maar toch hebben wij jou vandaag op pad gestuurd met een echte Antwerpenaar. Voilà. Hallo. Dag Jos, hier. Hallo, mevrouw. De pekelteef. De pekelteef, oh, dat is interessant. Dat begint al goed. Ik stel voor dat we ons verplaatsen met het zingen van Antwerpse volksliedjes. Ja, dat is goed. Ja. Van bloemen geplukt al in de waard. Is dat van mij? Is dat van mij? Baba. Via poepolleke, via poepolleke, via. Een gaai appelsip, zit er dat de vanger van onder. Maar toch zo lief. Moeder maak je peper achter de gordijn. Voor die zwarte manneke zal gewassen zijn. Het zijn allemaal schunnige liedjes, die kinderen weten niet wat ze doen. Dag. Het zijn mooie liedjes, maar af en toe een beetje vettig. Moeder maak je peper, hang de roewe rok. Nee, voor een jongen, daar hangt de appelkok. Ik leer hier veel over fruit. De rooien op zit zo, op de nijzel, op de nijzel, de nijzel. Ik leer erg veel over fruit en over dierkes. Ezel, was dit de eerste keer. Stak hem erin. Stak hem erin. En hij trok hem eruit. Het was maar een Hollandse vlooi. Oh. 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 Al die kinderen. Ik hoop dat het allemaal Franse kinderen zijn. Maar verder nu de vingers in de oren, want die meneer zingt hele schuine liedjes. Singing hi ya yippie, hi ya yippie, hi ya yippie. Voor een beetje moe. En des gevoor is ene, en des gevoor is groen. En best vol al anders, en best vol al anders. En best vol Hollanders, de kleine koppen Hollanders. Hollanders. Dankjewel, Jo. Dat was maar goed te lachen. Hè. Fantastisch, fantastisch. En ze zitten hier bij mij, Pekelteef en Jos Schmots. Jos Schmots. Ja. Is dat echt uw naam? Ja, blijkbaar smos ik nogal veel. Ik heb daar straks spaghetti gegeten. Dat was weer van Jansen. Oei, ja. Ik zie dat een spaghettietje binnen. Ja, Gert? Je zegt Jos Schmots. Ja? Smos, hè? Ah, Jos Schmots. Ja, Schmots. Maar... De Duitsers noemen hem maar Schmots. De Duitsers noemen hem Schmots, hè? Oké. Nee, maar het kan zijn dat de mensen nu herkennen, hè? Want wie bent u? Ik ben de Jos van Catastrofe. Van Catastrofe, ja. Onderaan, daar is maar een baadje op. Hè. Ja. Maar jullie maken dus verschillende Antwerpse liedjes, hè? Ja. Al jaren. Al 40, 41 jaar zijn we bezig. Hè. Ja. Maar dit project, de Zingende Stadsgids, dat is nog maar een tiental jaartjes bezig. En ik heb hier vrij veel werk mee. Ja? Mag je Antwerps klappen? Ja, dat is eerste. Okay. En wat is precies uw grootste hit dat we allemaal kennen? Bah, er zijn er verschillende. Hè. Het zorpen, dat kan ik kozen. Een hitje geweest, niet Jort 2000. Maar ik denk dat ze ons vooral vastpinnen op Met de Waven Niks als Last. Met de Waven Niks als Last. Ja, heeft de Ronda verstaan Met de Waven Niks als Last? Nee. Hebben we niet gezongen? Hebben we het gezongen? Nee, we hebben niet gezongen. Versta je het, Ron, Met de Waven Niks als Last? Ja, dan moet ik een weekje bijboeken. Ja. Maar Lisbeth heeft het ongetwijfeld verstaan, ja. Ja. Zullen we geen last meer hebben, denk ik? Nee. Ik heb geen last met de Waven, dat is juist. Zeg, was het een makkelijke leerling of was het een moeilijke leerling? Ja, hij was een hele goede naamgever zelfs, want het was een beetje moeilijk voor ons. Normaal hebben we een hele groep mensen. Ja. Nou was dat maar met twee man. Hè? Ja? En we hebben wel een hoop kinderen erbij besloten. Ja. Zodanig dat we ons niet alleen zouden voelen. Dat we toch een klein beetje het idee hadden dat we met een groep mensen bezig waren. Maar was een hele goede aangever en een goede leerling. Oké, okay, ja. We gaan een keer kijken of hij lang kan onthouden. Hè. We gaan eens een testje doen. Ron, ben je er klaar voor? Je krijgt van ons enkele foto's te zien. En jij geeft de Antwerpse benaming. Oké, okay, hier gaan we. De eerste foto.
Ja, Ron. Zeg maar, Ron. Dat is een zapper. Nee. Kaske. In taas. Kaske. Wacht, we gaan even luisteren naar onze specialist, zeg maar. In Antwerpen spreken ze het kaske. Het kaske. Ja. Kaske van de knur. En de knur is een tv-scherm. Dan. En de knur? De televisie, dat is de knur. Knur. Dat is het kaske van de knur. Nu, Lisbeth had hem ook correct ingefluisterd. Ja. Net, maar ja, het was net te laat. Buiten ja, maar heeft nog een kans, We gaan naar foto nummer 2. En het gaat vooral over meneer zijn hoofd. Dat is een koale. Nee, iets specifieker. Dit is Philippe. Ja. De geup? Nee, maar het gaat over inderdaad over het feit dat hij geen haar heeft. Ja. Hoe noem je zo iemand? Een kale. Een kale? Ja, in het Antwerps bestaat er een vuil plezante uitdrukking voor een vliesklak. Ik heb dat ook, maar dat is een vuil schooner die van Philippe. Een vliesklak. Een vliesklak. Voilà. Ja, en dan de allerlaatste rond. Het is wel een beetje een moeilijke, maar hier zoeken we een gezegde. Een uitdrukking. Denk eens na. Ja, wat is er met die vrouw? Zij kijkt of haar décolleté niet te opzichtig is. Ja, nee, het is echt een uitdrukking. Zeg eens, welke uitdrukking zou dit kunnen zijn? Ik vind dat eigenlijk al juist, hè. Alloor je naar een décolleté, zou ik zeggen. Nee, er is veel volk in de Staalse. Ah, ja. Dat zeggen ze in geen. Er is veel volk in de Staalse. Veel volk zeggen, in de Staalse. Bos hout voor de deur. Bos hout voor de deur. Maar wat denk je, Ron? Hij heeft toch goed zijn best. Is hij geslaagd? Hij is zeker geslaagd. Ik zou er ook nog één ding om toevoegen. Typisch Antwerps is de konijntjes zitten met je nusje tegen een draad. Maar dan moeten er wel tepeltjes zichtbaar zijn. Ja. Zichtbaar in... We zullen eens vragen of ze beide, meneer De Wever en mevrouw Homans, een nieuwe foto willen trekken. Met de konijntjes. Ja. Dank u wel om hier te zijn. Jots Vos!